Nou, meneer Eijkmantel, u staat nu precies op de plaats waar u een aantal maanden geleden zat te schilderen. Te tekenen. Te tekenen. Ja. Met ja, dat schilderij wat daar links op de achtergrond hangt nu. Ja, ja, ja. Ik heb eerst rondgekeken in de kerk om mij te oriënteren. Wat wekt mijn belangstelling? Waar heb ik een goed gevoel bij? Ook denkend aan deze tentoonstelling. En ik heb toch gekozen voor dit eenvoudige deel, omdat mij dat het meest treft eigenlijk. De eenvoud van zo'n ruimte. Het perspectief wat erin zit, de doorkijk naar die rode deur. En ik dacht, ja, dat is een hoekje die mij bevalt. Het is echt een doorkijkje? Het is echt een doorkijkje, ja. Ja. En het aardige is dat die tegels ook meelopen met de richting van... van het gangetje en zo, dat geeft een heel mooi speels effect. En je krijgt een mooie diepte in het schilderij. Je krijgt een mooie diepte in, ja. Ja. U heeft toen, de tijd van de zomer was het, heeft u hier een dag gezeten ongeveer? Ik denk dat het in september was. Ja, ja. Het was toen lekker koel hier in de kerk. Lekker, gewoon lekker, aangenaam. En u maakt dan, u maakte toen gewoon een schets met Ja, ik maak een tekening die je kunt vergelijken qua methode met zoals Saanderdam dat in de 17e eeuw ook aanpakte. Na de oriëntatie je positie bepalen en een lineaire tekening maken die alles eigenlijk aangeeft, architectonisch, wat je thuis nodig hebt om het ook om te zetten tot schilderij. Het gaat in de kerk niet om dat je een mooie sfeertekening maakt. Het gaat erom dat je duidelijkheid schept in je tekening. Dus als ik thuis kom, moet ik alles kunnen vertalen naar het te maken schilderij. Inclusief de kleurtinten die u uiteindelijk aan moet gaan brengen? Ja, dat schrijf ik erbij over het algemeen. Ja, u schrijft gewoon een lichtgrijze muur, noem maar even iets. Ja, of crèmegrijs of gestukte witte muur of koelgrijze vloer, noem maar op, alles wat nodig is. Hoe lang bent u nou uiteindelijk bezig geweest om dit schilderij te maken? Ik denk dat ik hier een week of 2,5 à 3 aan gewerkt heb. Dat is best wel snel. Ja, ja, ja. Ik werk niet langzaam. En ik vind dat ik ook als schilder proberen moet om effectief te werken. Wat wil dat zeggen, effectief? Effectief dat er een zekere vaart in zit. Dat je niet aarzelt, maar heel to the point je werk doet. Je zit natuurlijk ook in het vak. Dat mag ook van een schilder die veel ervaring heeft verwacht worden. En in verschillende lagen opbouwen, zodat de verfhuid ook interessant wordt. Die ook weer iets laat zien van wat hier te ervaren is. En ja, als je dat kunt, dan kun je in 2,5 à 3 weken zo'n schilderij maken. U weet gewoon wat u wil hebben? In grote lijnen wel, ja. Ja, kijk, daar doen zich ook altijd wel weer verrassingen voor, soms. En dan denk je, zal ik dat zo aanpakken, zal ik dat zo aanpakken? Ik heb bijvoorbeeld, in dit geval heb ik gekozen, maar daar zit nog een hoekje van het raam, in die hoek. En dat beviel me helemaal niet. Wat daar gebeurt, beviel me daar niet. Dus wat je daar nu ziet, daar zit dat allemaal onder. Dat heb ik allemaal weer weggehaald. Weggehaald, laten zitten, overschilderd. Ja, ja. Dan schilder je dat nog een keertje gewoon over. Ja, ja, ja. We gaan even naar een ander schilderij. Ja. Het schilderij hier met de schoorsteenbijbel, zoals die genoemd wordt. Ja, ja. Deze voorwerpen die hierop staan, wat zijn dit nou allemaal voor voorwerpen? Kunt u eens vertellen waar die vandaan komen uiteindelijk? Ja, ik heb tijdens mijn eerste bezoek hier, wanneer was dat? Het voorjaar dacht ik, heb ik de kerk bezocht en het museum. Het depot van het museum en van de gemeente. Nou, daar werd ik vriendelijk ontvangen en heb ik keuzes mogen maken uit dingen die met Dordrecht te maken hebben. En deze twee kannen die je hier ziet, die komen ook uit het depot. De schaal, tinnen schaal met het brood erin, die is van een particulier, wel uit Dordrecht. En de schoorsteenbijbel, dat is ook een bijbel uit Dordrecht. Dus die combinatie heb ik gemaakt om te refereren aan het avondmaal. Een schaal met brood. Kannen met wijn. Het is niet heel direct een avondmaalschilderij, maar het wijst er wel naartoe. En dat vond ik ook wel passen
bij de herdenking van de Dordtse Synode. Van de Dordtse Synode, een kerkelijk gebeuren. Ja. En het brood, dat heeft dat is een heel speciaal brood, hè, wat u erop geschilderd heeft. Ja, dat is gebakken op steenovens en in Emden, in het Noord-Duitse Emden. En Emden heeft een hele nauwe relatie met Nederland tijdens de reformatie gehad, omdat heel veel mensen vluchten uit Nederland. Eerst vanuit Antwerpen naar Nederland, maar uit Nederland zelf vluchten heel veel naar Noord-Duitsland, naar het Duitse Emden. En daar werden ze goed opgevangen. En zodoende is er een hele nauwe relatie ontstaan in die tijd met Noord-Duitsland en Noord-Nederland. En in Emden hebben ze bijvoorbeeld ook de grootste bibliotheek, de Johannes Alasco Bibliotheek, dat was ook een reformator, ondergebracht in een kerk. En daar kun je dus ook kennis van nemen. Ja. Dat brood is gemaakt door een bakker in Emden. Gewoon uit de winkelstraat. Ik kwam er langs, ik dacht, hé, dat is mooi brood. En soms vallen dingen op hun plek. Hè? Dat is in dit geval ook zo. Er kwam iemand bij ons in het museum met Duits brood. Net op het moment dat ik het nodig had. Ik dacht, hé, dat komt mooi uit. Dat kan ik mooi gebruiken. En dan leg u dat zo neer in de schaal en dan gaat u aan de slag. Ja, dat leg ik dan zo neer dat daar ook een mooi speels gebeuren wordt. Zodat dat je gevoel zegt, hé, dat ligt er mooi bij. Bij het schilderen van zo'n stilleven, gaat u dan ook op dezelfde manier te werken als bij het kerkinterieur? Eerst met een tekening of gaat u gelijk op het doek met de verf aan de slag? Nee, ik werk op paneel en ik stel de dingen op in een hoekje van mijn atelier. En als ik net zo lang geschoven heb totdat ik daar een goed gevoel bij heb, dan kan ik aan de slag. De kerk wordt in de kerk getekend en thuis tot schilderij omgevormd. En het stilleven wordt opgesteld in het atelier. Dan zijn er onderweg nog wel eens dingetjes die je toch nog een beetje wijzigt. Maar in grote lijnen is het opgestelde stilleven het uitgangspunt. We gaan nog even naar een ander stilleven. Ook allemaal met Dordtse voorwerpen noem ik het maar. Hè? Ja, ook uit het depot. Bodemvondsten uit Dordrecht. Uit de, even kijken, 14e, 15e, 16e eeuw geloof ik. En die maat, die komt ook uit het museum, dat is geen bodemvondst. Maar dat is een stel maten en ik vond, qua grootte vond ik dit de meest passende bij deze bodemvondsten. Ja. Ik heb er een lepel van mezelf in gezet, maar dat noem ik een compositorisch lepel. Om de spanning op het vlak toe te laten nemen. Wel een oude lepel, maar die schuine lijn geeft een mooie beweging in het rustige gebeuren op de tafel. Ja, dan gaan we tot slot nog even naar een schilderij wat achter u hangt. Ook weer met Dordtse voorwerpen. Ja. Want dit zijn twee oude potten. Oude kookpotten. Grapen worden ze ook wel genoemd. Stenen grapen. Die werden op het vuur gezet voor koken. En dat schaaltje dat is nooit op het vuur gezet. Dat is een schaaltje waar je iets in doet om op te dienen, zeg maar. Ja. Ook deze voorwerpen heb ik zo neergezet dat er een soort driehoek ontstaat. En dat je een goed gevoel hebt van een mooi ensemble, zo in alle eenvoud, die toch alles met Dordrecht te maken heeft. Ja. U heeft deze schilderijen speciaal gemaakt in het kader van de Ode aan de Synode. Ja. En ze zijn te kopen, want Ja, ze zijn te koop, ja. En dit schilderij, dit is al verkocht, heb ik begrepen. Dit is verkocht, ja. Dus mensen, dat is niet meer te koop, maar de rest wel. De rest wel. Ik weet nog niet helemaal zeker of ik die kerk wel wil verkopen. Oh. Want ik ben nogal gek op schilderijen met kerken. En ik heb in mijn eigen collectie heb ik wel heel veel stillevens zelf gehouden, maar wat minder kerken. En deze komt daar eventueel wel voor in aanmerking. Maar als Dordrecht nou aan blijft dringen, dan moet je ook niet zeggen, dat kan helemaal niet. Het is natuurlijk wel iets wat bij Dordrecht hoort. En, ze moeten maar zien.